Zakaria, wat een hitte. Ja, het was behoorlijk warm. Volgens mij begonnen we de wedstrijd met 36 graden, maar goed. We zijn er goed doorheen gekomen. Ben je dan stiekem nog een beetje jaloers op de jongens die nog vakantie hebben? Oh nee, ik heb absoluut genoten van mijn vakantie. En de jongens die nu vakantie hebben, hebben dat ook verdiend. In alle oprechtheid, wat heb je aan zo'n oefenpotje tegen de amateurs? Nou, dit is onze eerste wedstrijd, eerste oefenpotje natuurlijk. En je ziet dat we veel goals maken. Alleen het smetje denk ik dat het de twee tegengoals waren. Dus ik denk dat het gewoon goed voor ons is om aan onze conditie te werken. Ja, hoe is het dan om weer op te starten na de vakantie? Ja, goed. Ik denk dat iedereen er zin in heeft en had. Dus dat kon je wel denk ik zien vandaag aan de wedstrijd. Waar ben je geweest op vakantie? Ik ben een week in Dubai geweest en 3 weken rondgereisd in Bali. Kijk eens aan, heerlijk. Ja, zeker. Word je dan ook nog een beetje herkend van dat die gast die met Ajax in de halve finale van de Champions League heeft gestaan? Ja, in Dubai en in Bali was dat ook zo, ja. Wat zeggen de mensen dan? Nou goed, ze kennen natuurlijk Ajax. En dan vinden ze het gewoon dat het een knappe prestatie is natuurlijk. Wat wij hebben geleverd in de Champions League, maar ook in de Nederlandse competitie denk ik. Dus we waren gewoon trots erop dat we zo ver zijn gekomen. Dus je hebt je handtekening weer flink kunnen oefenen op vakantie? Ja. En de transfergekte is natuurlijk ook behoorlijk losgebarst. Quincy Promes komt hierheen. Wat vind je ervan? Ja, Quincy ken ik al een tijdje. Vanaf de jeugd eigenlijk. Hij heeft laten zien dat hij op een hoog podium kan presteren. Dus ik denk zeker een aanwinst voor ons. Heb je hem al gesproken? Nee. En dan heb je natuurlijk De Ligt en Bergwijn die allemaal nog met clubs in verband worden gebracht. Bergwijn bijvoorbeeld naar Ajax. Zijn dat dingen waar jullie bezighouden binnen de selectie? Horen jullie dat? Bespreken jullie dat? Nee, we spreken het niet. We horen er niks van. Alleen natuurlijk wat er in de media geschreven wordt. Wij houden onszelf daar eigenlijk niet veel mee bezig. We zien wat de toekomst brengt voor hun. Niet zo dat Mark Overmars een appje stuurde naar jullie van jongens, Steven Bergwijn komt er over een week aan. Oh nee, absoluut niet. Persoonlijk voor jou, wat verwacht jij van dit seizoen? Nou ja, natuurlijk om meer minuten te maken dan afgelopen seizoen. En de gezondheid, dat ik gewoon fit blijf. Heb je al met de trainer gesproken over jouw perspectieven? Nee, dat nog niet. Oké, want zoals het afgelopen seizoen was, ik kan me voorstellen dat je daar niet tevreden over was. Hoe zie je dat dan voor je? Heb je het gevoel dat er dit seizoen wel verbetering in zit? Meer speelminuten? We zijn net bezig. En natuurlijk wil ik meer minuten maken dan vorig seizoen. Vooral hier bij Ajax. Ik wil blijven. En natuurlijk wil ik meer minuten maken.